Ik ben mijn been verloren met trampolinespringen. Dat deed ik in 1997 als sport. Ik ben op één been geland vanuit de lucht en daardoor is mijn been dusdanig verbrijzeld dat mijn been op diezelfde avond geamputeerd moet worden. Ik ben geen handbiker omdat vooral fietsen ligt toch een beetje in mijn familie. Mijn vader heeft vroeger ook gefietst. En in 2011 kwam ik erachter dat handbiken, dus fietsen met je armen, ook een echte Paralympische sport was. En ik kwam daar in aanraking mee via de supportbeurs in Utrecht destijds. En ik ben dat gaan doen en ik vond dat zo gaaf. En de snelheid die je ermee bereikt en, het koers op zich, weet je, het spelletje spelen, dat trok me heel erg aan. En ik merkte in 2012, toen ik me nomineerde voor de Spelen in Londen, dat ik echt zoiets had van ja, dit wil ik gewoon blijven doen, dit vind ik gewoon geweldig. En vooral met je bovenlijf ook bezig zijn, dat trekt mij ook heel erg aan. Je hebt geen handicap nodig om te gaan handbiken. Ja, dat vind ik toch wel echt een hele grote toegevoegde waarde. Ja, het project Kies je aangepaste sport in Apeldoorn vind ik heel belangrijk. Ja, het mooie van dit project vind ik dat de gehandicapte persoon dat die de juiste weg op wordt geleid. En zeker personen die vanuit een revalidatiecentrum komen, daar is vaak onduidelijk van joh, hoe kan ik nou echt gaan sporten. En, ik denk zeker als de gemeente, met het feit dat de gemeente Apeldoorn dit opzet, dat mensen de juiste weg worden opgestuurd. En uiteindelijk ook allerlei verschillende sporten kunnen proberen. En zeker ook in een omgeving waar ook andere mensen die geen beperking hebben actief zijn. Dat kan men heel erg stimuleren. Ik zie het zelf. Ik train vaak met gewone wielrenners op de weg. En dat stimuleert mij om goed mijn best te blijven doen om blij te blijven. Weet je wel? En dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is ook voor een aangepast sporter. Laat je fysieke beperking geen mentale beperking worden. Want ik weet zeker dat op het moment dat iemand er 100% voor gaat, het ook lukt en dat je daar ook gelukkig van wordt. En ik ervaar dat nu echt op dit moment heel erg.